Ja, dit soort muziek hoor je tegenwoordig nog maar zelden. Maar tijdens de middeleeuwen was het heel normaal. Hoe zag het leven er eigenlijk uit in die tijd? Tijdens de kerstvakantie konden kinderen in kasteel Herne de riddertijd herleven. Mocht u daar naar boven? Richard geeft ons een rondleiding. Vanuit deze warme entree gaan we de koude middeleeuwen in. Want hierachter is het weer lekker fris. Het kasteel proberen we op allerlei manieren tot leven te brengen. Middels het verhaal met de lamp die kan praten. We hebben ook verschillende ambachtslieden die hier iedere keer als we open zijn dan ergens staan in het kasteel. Met een van de oude ambachten, zoals bijvoorbeeld touwslaan als touwslager. We hebben vandaag ook in ons midden de monnik die bezig is met het schrijven op de ouderwetse manier. De nettenmaker is bezig. Nou, zo hebben we elke keer weer andere ambachten hier zitten die het verhaal mee vertellen. Tijdens de rondgang hier in de kerstvakantie hebben we op verschillende plekken kasteelse klanken te horen. Geluiden dat als je je ogen dicht zou doen, dan lijkt het net zoals hier alsof mensen aan tafel zitten te eten. Of dat er straks mensen aan het vechten zijn op zolder. Ja, zijn we echt een leuk museum voor kinderen. En dat heeft onder andere met dit te maken, wat hier allemaal staat. Want hier mag je dan tijdens je kasteelbezoek, je rondgang, mag je hier helemaal gaan aankleden met het harnas, met alle onderdelen die hier liggen. Om eens te voelen hoe zwaar dat is, hoe lastig het is als je dan door het kasteel moet lopen met al die zware onderdelen op en aan. En nu ga ik een hele brutale vraag stellen, maar zou jij zelf wat dingetjes willen aankleden? Een van de dingen die natuurlijk erg tot verbeelding spreekt, dat is deze maliënkolder die je dan over je hoofd doet. En het fijne is, mocht je het warm hebben, dat je het dan ook meteen lekker koud hebt met dit ijzeren geval. Oh, ja. Maar in de winter lijkt me dat dan niet zo prettig. Zeker niet. Nee. Maar goed, alles voor de veiligheid. Ik ben bezig met vingerweven. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat je op een bepaalde manier draadjes door elkaar haalt. En op een manier een wat steviger touwtje maakt. Wat in de middeleeuwen gebruikt werd om bijvoorbeeld schoenveters. Jij bent vandaag hier ook eventjes terug in de middeleeuwen. Hoe vind je dat? Wel een beetje gek als je ziet wat er nu, dat er telefoons zijn en dat er vroeger iets heel anders was. Had je zelf ook liever in de middeleeuwen geleefd of ben je juist blij om nu te leven? Ja. Ja? Ja. Want waarom? Want in de middeleeuwen waren er ook veel meer ziektes waar nu wel bijvoorbeeld medicijnen voor zijn, waar toen geen medicijnen voor zijn. Ja, donderdag was alweer de laatste dag van een rondleiding door de kasteelse klanken. Maar gelukkig zijn er al wel weer volop ideeën voor in de andere vakanties. Iedere vakantie hebben we weer een nieuw programma. In de voorjaarsvakantie in februari, dan hebben we de hele week een prinsen- en prinsessencursus op stapel staan. En dan kunnen kinderen daaraan meedoen.